traint jachthonden. Ja. We hebben net een training mee mogen maken. Hoe is het allemaal zo gekomen? Van waar die passie voor de jachthonden? De passie voor de jachthonden is eigenlijk ontstaan in Australië. Daar trainen wij de Australian Kangaroo Dog. Maar bij aankomst in Nederland, die heb je hier dus niet, zijn we overgegaan op de toen nog geheel onbekende Labrador Retriever. Daar zijn er inmiddels, de Labrador Club in Nederland heeft al meer dan 6000 leden. Dus ja. Onbekend is die niet meer. Maar het is altijd wel een hele taak om er een hond uit te halen die goed is, die werken wil. Die zegt, I like to please my boss. He, die voor je werken wil. Oké, okay, are you ready, boy? Back. Chewing. Okay, you're a good dog. Uh-huh. Back. No. No. Kijk, nou wil hij naar rechts. En ik zei nee, we gaan naar links. Zag je hem? Ja. Hij zat naar die kant te kijken. Oké. Okay. Oh, you enjoy yourself, don't you? Ja, uw hond zit naast, Mr. Monty. Ja. Hoe bent u aan deze hond gekomen? Via relaties, omdat wij al jaren naar Amerika gaan, omdat het trainen van jachthonden daar op een ongelooflijk hoog niveau staat, zijn wij in contact gekomen met Mr. Larry Calvert in Montana. En die had een teefje in Saskatchewan. Daar was een pup weer van naar hem toegekomen en die kon ik kopen. Wij zijn met Mr. Monty heel blij. Hij vindt het leuk om te werken. We trainen hem eigenlijk iedere dag, maar nooit meer dan 10 minuten. Want het is de bedoeling dat wat hij doet, dat hij dat heel graag blijft doen. Ja. En wat gaan wij trainen? Ik ga 's morgens nooit met een bepaald idee naar het bos. Ik laat mij altijd leiden door de natuur. Een dikke begroeiing, een verloren zoek, een open veld, een lijntje lopen, nog groter veld, een spoortje uitwerken. Dus er zijn mogelijkheden plenty. Ja. En maakt het dan nog uit, want hij komt eerst met een oranje en een witte. Is dat ook een bepaalde volgorde? Oranje ziet hij niet. Moeilijker. Oh. Hij is kleurenblind. Hij kan alleen maar nuances zien met licht en donker. En wij gebruiken wit bij jonge hondjes. En we gebruiken oranje bij oudere honden om de neus te laten gebruiken. Dus dat kan natuurlijk ook. Ja. Dus er zit natuurlijk in die hele hondenwereld zit een heleboel diversiteit in aan... Sit. Aan mogelijkheden om voor ons om wat te doen. Ja. En wij trainen daarop met de neus dat stel dat hij zou op jacht zijn en er zou een eend geschoten zijn die weggekropen is, is natuurlijk wel de bedoeling dat hij zijn neus gaat gebruiken om dat zelfstandig op te sporen. Ja. Dit is een hele droeve eend. Die is in het verkeer is die aangereden. Hij heeft waarschijnlijk met zijn kop onder de auto gelegen. Dus er is in principe niet veel meer van over. Maar stel dat deze eend hier na zijn aanrijding neergevallen was en iemand had hem weg zien kruipen en wij liepen hier toevallig, alles is nu toeval, met de hond, dan had ik kunnen zeggen, oké, Monty, zoek die arme eend op. En dan had hij nu, als hij in een betere conditie geweest was, naar de vogelopvang gegaan. Mr. Monty die is nu net 4 jaar, maar hij is de topper in Nederland. Hij heeft dit jaar bij de NOJG, dat is een jachtorganisatie, de grote Hubertusprijs gewonnen. Hij is bij de Labrador Club in Nederland ook nummer 1 op de lijst qua werkende honden. Hij werd dit jaar uitgenodigd voor de allerhoogste eer die er te halen valt in Nederland, het lopen van de Nimrod. Maar, zeiden wij, meneer Monty is pas 4 jaar en hij kan makkelijk nog een paar jaar mee. Dus we hebben bedankt voor de eer. We zijn wel gaan kijken, maar we hebben hem lekker thuis gelaten. En we wachten nog een jaartje. Kijk, nou weet hij, als er geen commando komt, dan pakt hij die verre.
Good boy. More strange, more beautiful than these Here. Words can describe. Ja. Maar hoe lang kan hij nog op dit niveau doorgaan? Nou, een normale hond die zie je toch eigenlijk al met een jaar of 6, 7 terugzakken. Maar de Amerikanen zijn toch wel honden waar wat meer spirit in zit. Ze zijn actiever. Hij is ook de hele dag. Want als we nu dezelfde oefeningen die we gedaan hebben nog 5 keer doen, dan vindt hij het net zo leuk. Ja. Hij blijft doorgaan. Hij vindt het leuk. Hij wil graag niet getraind worden, maar hij wil samenwerken met de baas om daar gewoon zo mooi mogelijke prestaties neer te zetten. Ja. Don't know how I got here. The past has come. Kijk, nou moet hij zitten en nou wachten, want hij weet nu niet wat links of rechts gaat worden. Zie je, hij blijft gewoon rustig zitten. Wanneer is een hond klaar om met de training te beginnen? Nou, laat ik het zo zeggen, het is niet klaar. Een hond is eigenlijk nooit klaar. Wij zijn ook nooit klaar om iets te leren. Wij beginnen met de honden als ze een maand of 15 zijn, dat we de eerste puppenwedstrijden lopen. Daarna ga je een klasse hoger en weer hoger. En nu zit Monty dus in de open klas. Dat is het hoogste haalbaar in Nederland. Ja, want hij heeft ook heel veel prijzen gewonnen. Hoe vaak gaat u naar van die wedstrijden toe? Ik ga wel heel veel naar wedstrijden. Ik denk zo ongeveer 30, 35 per jaar. Maar dit ziet er natuurlijk heel leuk uit. Maar voel je dat je zover bent? Nou ja, dat... We hebben nog een jonge hond, die is van mijn man. En dat is een zweethond. En die wordt direct ingezet bij oproepen van onder andere de ANWB. Als dieren aangereden zijn, dan kunnen wij met die hond hulp bieden. Dat we zeggen van nou, hij moet het spoor uitzoeken. Wij hopen altijd dat een bestuurder van een auto die een ree aangereden heeft, even de weg markeert. Een leeg cola blikje of een stok in de berm, dat het herkenbaar is. Wij krijgen dan een oproep via de politie in Baarn van de bijzondere wetten. Wij gaan daar kijken en dan is het de bedoeling dat de jonge hond aan de lange lijn het spoor uitwerkt. En we hebben wel reeën gevonden met 2 kapotgereden achterpoten, wat natuurlijk een drama is om te zien. En die dan uit het lijden kunnen verlost worden. En ze zijn zelfs in staat om aangereden honden op te sporen. Dus wij proberen met onze honden goed werk te doen. Ja.